Yep, het is weer tijd voor Back to School. Vandaag mijn tips om het schooljaar zo goed mogelijk te beginnen en om situaties te vermijden die we waarschijnlijk allemaal wel hebben meegemaakt. Oké, studeren. Pauline, you can do this. Papier, pen, let's go. Wat staat er op dat blad? Oké, mijn kamer is rommelig. Misschien als ik mijn kamer zou opruimen, dat ik beter kan leren. Oh, vliegje. Hallo, vlieg. Dag, vlieg. Bye, bye. Oké, back to it. Berichtjes, Instagram. Mooie schoenen. En dan zijn we natuurlijk allemaal vertrokken. Een basis is een goed opgeruimd bureau met een plek waar je alles bij de hand hebt. Ik organiseer alles in mijn agenda. Zonder mijn agenda ben ik niks. Ik gebruik dan ook een kleurensysteem. Elke kleur heeft een andere betekenis. Zo is rood voor mij school, paars is voor mij blog en YouTube. En blauw is vrije tijd, dus in dit geval tijd. Het handigste is om in het begin een kleurencode te maken achterin je agenda op een notitiebladje, zodat je weet wat wat is. Al pagina's die je toch niet gaat gebruiken, meteen uit je agenda's en naarmate het jaar vordert, kan je ook de voorbije maanden eruit halen. Als je het moeilijk vindt om te voltooien taken te visualiseren of om te onthouden, maak dan gebruik van zo'n wit bord met een uitwisbare stift. Zet deze op je bureau en daar kan je echt van alles mee doen. Je kan daar schemaatjes op maken, to-do-lijstjes en tijdens de examens of studiemomenten zelfs je pauzes instellen om dan zo vooruit te werken naar een leuk momentje, zoals bijvoorbeeld een film kijken. Heb je zoals mij dikke kloefers van boeken door te ploegen? Creëer dan wat overzicht door tabs te plaatsen bij elk hoofdstuk. Ik vond dit vooral gemakkelijk bij het maken van taken en papers. Op deze manier bleef ik niet terugbladeren en zoeken. Deze tabs verwijderen we ook echt super gemakkelijk en zonder beschadigingen. Dus op het einde van het jaar kan je je boek in perfecte staat terugverkopen. Heb je voor veel verschillende vakken hetzelfde notitieboek of cursusblok? Codeer ze dan elk met een kleurtje om ze snel terug te vinden in je tas of boekentas. Als je voor elk vak een andere map nodig hebt, ga dan sowieso voor een flexibele map. Deze neemt zoveel minder ruimte en gewicht in je tas. Je rug en je schouders zullen je dankbaar zijn. Hoe ik mijn map per vak altijd indeel, is eerst natuurlijk de cursus. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Daarna plaats ik een tabje om het overzicht te bewaren. En daarachter komen alle belangrijke papieren, zoals toetsen, taken die moeten ingegeven worden. En zelfs een klein beetje cursuspapier, altijd gemakkelijk om bij te hebben. En zo heb je per vak je complete pakket. Wie evenveel houdt van perfectionistische details als ik, gaat echt van deze tabs houden. Je kan namelijk aan de zijkant elk tabje verplaatsen. Dus als je er maar eentje gebruikt in je map, kan je hem ook altijd bovenaan zetten. Hoe heerlijk perfect is dat? De laatste mappentip die ik voor jullie heb, is heb één grote map die je altijd thuis houdt. Alle cursusmaterialen die al gebruikt zijn in het jaar of van voorgaande semesters die je niet meer nodig hebt, bewaar je tussen een aantal tabjes. Dat kunnen gewoon iets goedkopere zijn. Gewoon thuis in de kast, zo bespaar je jezelf heel veel gewicht en hou je toch alles netjes bij. En dan tijd voor lunch. Echt mijn favoriete deel van de dag, als ik eerlijk ben. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe mijn lunch er eigenlijk 90% van de tijd uitziet. Ik gebruik hier een brooddoos met allemaal verschillende compartimenten, wat ik trouwens ook al heerlijk perfect vind. In het grootste compartiment gaat een simpele boterham met hesp en een beetje salade. Toch weer net iets beter als boterhammetje met choco, want daar ga je gewoon keihard op sugar crashen. Ik neem altijd snacks mee, zoals een gekookt eitje, een paar tomaatjes. Gewoon dingen waar je echt lang op kan blijven doorgaan en waar je geen dipjes van krijgt. Dan in het laatste vakje doe ik vaak een paar amandelnootjes en als je echt iets zoet wilt, een stukje pure chocola. Daarnaast neem ik ook een portie vers fruit mee in een klein apart bakje, zodat die niet gesmoesd aankomen op locatie. Als je fruit meeneemt, of in mijn geval hier groentjes, kan je gebruik maken van een cooler compartimentje, zodat alles cool blijft. Water neem ik sowieso mee in een herbruikbare fles. Dat weten jullie van mij ondertussen wel. Vind ik heerlijk. Kan je heel de dag door blijven bijvullen.
Dat was hem dan voor vandaag. Ik hoop dat jullie iets gehad hebben aan deze tips. En als jullie zelf ook nog tips hebben voor mij of voor elkaar, laat deze dan zeker achter bij de comments. Dat is leuk, dan kan iedereen mekaars tips nog gaan lezen en eventueel zelf gebruiken. Ik wil jullie alvast heel veel succes wensen bij het begin van het nieuwe schooljaar. Knalt er gewoon allemaal af. Doe keihard jullie best. En dan komt het allemaal goed. Doe zeker een thumbs up als je deze video leuk vond. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye!